Yes, papa heeft gevraagd of wij naar Londen willen komen. Of ik bereid was om een week te blijven en alleen met haar te reizen. En dat vond ik heel spannend. So for Monday, Marva's coming with, but is your family coming like the day after? No, same day, I think on Monday, why? Okay, because on Tuesday, I have some stuff that I have to do for work, so is it okay if I be out and I'll leave you alone with Amaya? Yeah, of course. Okay, just checking. Yeah, of course. Say, if I cry, it's your problem, daddy. Ik merk toch nog het idee haar alleen te laten, ook al is het haar papa, vind ik wel heel spannend. Maar hij moet het ook gewoon leren. Dus ergens denk ik ook nee, dit is gewoon me-time. Als wij samen waren, moest je het ook doen. Punt. Okay, I'll talk to you Later. later. Cool. Bye. Bye, bye, bye. Bye Dat was jouw papa. Gaan wij naar papa toe? Ja. Hij is haar vader. Hij verdient een band met zijn dochter, ongeacht hoe ik over bepaalde situaties denk of wat mijn mening is over bepaalde omstandigheden. Het is gewoon haar papa. Zelfs als je een baby bent, heb je een paspoort nodig, dus zodoende ook een pasfoto. Ik heb al een social anxiety, maar het moment dat ik met de kleine naar buiten ga, dan speelt dat zo erg op. Dat is niet normaal. Als ik dan op zo'n plek ben en dan denk ik, oké, ik moet een foto maken voor die kleine. En ik zie gewoon wat voor aandacht dat trekt. Ik weet dat mensen hun telefoons gaan pakken en stiekem foto's gaan maken en dat overal op internet gaan delen, omdat het losers zijn. Ik vind niks, ik zeg je eerlijk. Ik zie het niet eens als ik moet mijzelf beschermen, ik zie het als ik moet haar beschermen. Als het om mezelf ging, I wouldn't give a fuck. Maar waarom een kleine die zo onschuldig is? Kijk, met jouw vingers moet ik niet zien. Ja, ik Snap voel me een beetje oncomfortabel hier, je? als ik heel eerlijk ben. Ja, Ja? nee, ik voel me hier echt niet comfortabel. Ja, nee, ik ga weg, sorry. Ik ben echt pissed, hè. Ik wil gewoon weg.